Hallo, dag liefste boogschutter. Mijn naam is Gail en welkom op jullie wekelijkse tarotlezing. Deze lezing is goed voor de boogschutter, zowel in zonteken als ascendant, als eventueel ook maanteken. En deze reading zal gaan over de aankomende zon-eclips of zonsverduistering, als je dit wenst zo te heten. Ik zeg gewoon zon-eclips, is ietsje gemakkelijker in de mond. Die zal plaatsvinden op de 2e oktober volgende week. Nu, we zitten volop in eclipse seizoen. Ik heb er al tal van readings en video's over gemaakt. Deze is als het ware een laatste van zijn soort. De eerste zonsverduistering die we gehad hebben in het teken van Weegschaal was in oktober 2023. Dus deze kan je nu zien als een afsluiting, als het ware, van die volledige periode sinds oktober 2023. Omdat die in Weegschaal staat, de zonsverduistering. Een zonsverduistering is het moment waarin de zon vlak naast de maan staat. En het is de maan die de zon zal blokkeren voor ons hier op aarde. Dat is ook altijd het moment dat er een nieuwe maan is, omdat die twee hemellichamen naast elkaar staan. Dus we hebben de nieuwe maan en we hebben een zonsverduistering tegelijkertijd. We zullen hem hier niet zien in Vlaanderen en ook niet in Nederland. Die is niet zichtbaar. Het is ook maar een gedeeltelijke zonsverduistering. Maar omdat hij in het teken is van Weegschaal, zal die betrekking hebben op onze relaties. Eclipsen zijn op globaal vlak zeer impactvol, maar in onze huidige individuele levens kunnen we die ook zwaar voelen. Dit zijn meestal momenten van loslaten en een nieuwe richting ingaan. Nieuwe ideeën creëren, nieuwe projecten aangaan, nieuwe inzichten creëren met betrekking tot onze één-op-één relaties, absoluut. Één-op-één relaties is een breed begrip, dus dat is alle relaties, zowel je romantische relatie als je persoonlijke relatie met je familieleden, je kinderen, je vrienden, je werkcollega's, je overste, je baas bijvoorbeeld, je werkgever. Alle één-op-één relaties die dicht rondom jou zijn. Daar kunnen transformaties in zitten, daar kunnen veranderingen gaan optreden met deze eclips. Nu, ik denk dat deze eclips voornamelijk ook zal gaan over jezelf en over je plaats in deze wereld. En ook jouw plaats in relaties. Hè? Want zoals ik zei, het relationele standpunt wordt wel gekoppeld. En ik zie ook momenteel dat Neptunus naast de zon staat en Mercurius ook. Dus hebben we terug een kleine pool van planeten. Maar Neptunus kan er wel voor zorgen dat bepaalde zaken nu momenteel niet helemaal duidelijk zijn. In een bepaalde relatie, eventueel voor jezelf, eventueel met betrekking tot een hoop en een droom voor jezelf, waar je wenst heen te gaan. Ik wens je daarbij te vertellen dat dit helemaal normaal is nu momenteel. Dit voelen we allemaal. En de energieën vragen eigenlijk om ons daar niet echt op te focussen. De energieën vragen nu momenteel met deze eclips om je te focussen op het grotere plaatje, op de bigger picture als het ware. Kijk, Neptunus is die the lord of the oceans, the sea. En Neptunus vraagt om te kijken naar je leven, waar je heen wenst te gaan, als de grote oceaan. En je niet te gaan focussen op elke single individuele vis die erin rondzwemt. Want dan verlies je als het ware je blik op het grotere plaatje. Hè? Dus die energieën vragen om je niet bezig te houden met details nu momenteel, hè? Maar je blik te verruimen. Dat is een van de belangrijkste boodschappen nu voor de komende 2 weken althans. Nu voor jullie liefste boogschutter, even mijn pagina omdraaien. Jullie hebben deze eclipse, zeker kijk altijd eerst voor de boogschutter en ascendant, correleert altijd het beste op astrologisch vlak, dan je zonteken, dan je maanteken. Maar jullie hebben deze eclipse in je 11e huis. En het 11e huis in astrologie is gekoppeld met je hoop, je dromen en je sociale cirkels. Dus er kunnen daar wel wat shifts in voorkomen. Ik denk dat je aan het kijken bent naar jezelf, waar dat jij staat in je sociale cirkels, waar dat jij staat ten opzichte van anderen. Word jij daar nog in gewaardeerd? Voel je je nog gewaardeerd? Passen bepaalde mensen nog bij jou? Al deze zaken kunnen naar de oppervlakte komen. Passen deze huidige mensen, jouw huidige vriendenkringen bijvoorbeeld, nog bij jou? Gaan die mee in het traject waar dat jij voor jezelf wenst naar de toekomst? Al deze zaken kunnen onder het licht komen. Dus ik denk gewoon dat je meer bewust zal worden van jouw waarde in jouw één-op-één relaties.
En daar, ja, ik denk gewoon ook Mercurius staat naast de zon. Hè. Mercurius, de planeet van communicatie, van gedachten. Dus ik denk daarbij dat ja, wat jij wenst te zeggen, dat het zeker zal gezegd worden dat er bepaalde conversaties naar de oppervlakte kunnen komen, liefste boogschutter. Dan is het ook zo, dan is het omdat dit moet. Hè. Wat heb ik nog opgeschreven? Ik denk wel, deze eclips is vrij spiritueel. Hè? Dus de eclips is spiritueel geladen. En dan denk ik daardoor dat een hoop en een droom van jezelf. Stel nu oktober 2023, je had een doel voor jezelf. Hè? We zijn nu al op het einde van 2024. Dan denk ik dat er iets aan het veranderen is. Dan denk ik dat jij meer spirituele inzichten gekregen hebt. Dat kan heel snel gaan met betrekking tot jezelf en een droom die je nog hebt voor jezelf en dat die niet meer correleert met wat jij voor ogen had, eventueel een jaar of anderhalf jaar geleden. Dus daar kunnen al grote shifts in zitten. Door bepaald ja, nastreven dat jij gehad hebt op spiritueel vlak. Ik denk gewoon, het belangrijkste zal zijn, is goed kijken naar je vriendschappen. Wie wel, wat past bij jou nog in het nastreven van voor de volgende jaren van jouw hoop en jouw dromen. Vriendschappen zijn voor ons allemaal belangrijk. Zeker als deze eclipse in jouw elfde huis staat. En dan is het ook wel belangrijk dat we ondersteund worden in de persoon die we geworden zijn, die we zijn nu momenteel en zullen worden. En de juiste mensen daarbij aan te trekken. Dat is zo'n beetje het belangrijkste wat ik heb voor jullie op astrologisch vlak. En ik spring heel graag over naar de kaarten zelf. Even een korte duiding hoe ik te werk ga, liefste boogschutter. Ik begin mijn lezing altijd met enkele orakelkaarten. Die brengen heel mooie boodschappen naar boven. En daarna spring ik direct over naar de tarotkaarten zelf. Weet dat al mijn decks op voorhand zijn geshuffled. Dat doe ik off-camera. Het duurt gewoon te lang. De meeste van mijn decks zijn Engelstalige. Ik zal ze sowieso direct verklaren en vertalen. En voor de mensen die nieuw zijn, geef ik ook altijd mee dat ik tweetalig ben. Waarom zeg ik dit? Ik connecteer luid op met mijn kaarten in het Engels, omdat ik niet enkel Vlaams ben, maar ik ben ook Brits opgevoed. Dus vandaar. En dan denk ik, als je mij voor de eerste keer hoort, kan dit misschien wel wat raar lijken. En voor wie interesse heeft in een online private reading, kan je dit ook nog altijd aanvragen bij mij. Daarvoor dien je mij een mailtje te sturen naar chaostarot@gmail.com. Mijn e-mailadres vind je ook altijd onderaan de video in de beschrijving. Daar klik je gewoon eventjes op en dan scroll je door. Oké, ik heb alles gezegd wat ik diende te zeggen. We gaan er direct in duiken. Ik neem er mijn grootste deck bij, mijn astrologisch deck. Heel moeilijk om te shuffelen, maar er komen mooie boodschappen uit. Dus, we zullen eens kijken. Oké, can you show me what I need to know, please, for Sagittarius, for the collective, please, for this upcoming eclipse? Any general messages, please? You have four of them for Sagittarius. Thank you. One more, or two, or three. Okay, new moon. Wow, Mars. Oh, twee keer de maan. Wow. Okay, en dan heb ik Venus. Mm-hmm. En ik heb ook de 10th house, your career. Okay, interessant. Even kijken hoor. Ik denk, Venus staat in Schorpioen nu momenteel. Hè? Ja, ik weet niet meer van buiten in welk huis. Ik heb een video gemaakt over Venus in Schorpioen. Mocht je er nog niet naartoe gekeken hebben, raad ik je zeker aan eens een kijkje te nemen. Want ik heb de Venuskaart zelf. Venus spreekt over de plaats in ons leven waar wij harmonie wensen, waar wij balans wensen. En ook tot wat wij aangetrokken zijn, waar wij plezier in ervaren. Nu, ik heb voor een of andere reden ook je 10th house getrokken. Het 10e huis in astrologie is jouw carrièrehuis. Dus het kan wel zijn dat er nu gevraagd wordt aan jullie ook om eens in het 10e huis vlak naast het 11e huis. Dus jouw hoop en jouw dromen. Het kan wel zijn dat er daar een shift in zit, ook op jouw carrièrevlak. Dat die zaken nu momenteel gekoppeld zijn. Dan wordt er sowieso al gevraagd, want Mars ligt hier ook nog eens. Ik heb sowieso gevraagd om eens te kijken wat jou nog plezier geeft op het vlak van jouw werk. Heb jij nog passie voor wat jij doet? Wens jij van richting te veranderen nu momenteel? Ben jij nog aangetrokken tot de zaken die jij doet? Brengen ze je nog plezier? Al deze zaken kunnen nu naar de oppervlakte komen en in beraad genomen worden.
Ja, en sowieso elke nieuwe maan is zeer gekoppeld aan onze emoties. Zeker voor ons als vrouwen. Hè. Onze vrouwelijke yin-zijde is nog ietsje meer gekoppeld aan deze maan. De maan is ook de heersende planeet van kreeft. Maar ik denk, kijk, ik heb de moon getrokken ook voor jullie. Dit spreekt over jullie emoties. Dus sowieso kan je een heightening ervaren nu. We hebben ook kreeft, Mars die nu momenteel, en je hebt de Marskaart getrokken. Mars staat in het teken van kreeft. Hè. Dit maakt ons algemeen al wat emotioneler. En zoals ik al zei, de maan is de heersende planeet van kreeft. Dus al deze kaarten correleren heel mooi met wat er momenteel wel gaande is. Dus je kan emotioneel ietsje geheightened zijn, nu momenteel ietsje emotioneler voelen dan anders. Ik zou gewoon zeggen, let daar een klein beetje mee op, eventueel indien nodig. Aan de andere kant, laat het gewoon allemaal maar zo loop gaan. Ja, en ik heb ook de nieuwe maan. Hè. Dus de nieuwe maan spreekt altijd over een nieuw begin. En dit is absoluut nu een nieuw begin. Hè. De 2e oktober, zet het maar goed in je agenda. Hè. We gaan een nieuwe richting in, absoluut. Voor mij, het einde van dit jaar is sowieso gekoppeld aan vele mooie nieuwe beginnen. Dus, fantastische start om mee te beginnen, liefste boogschutter. Oké. Okay. Ik heb nog eens het Moonology deck. Neem ik er ook bij. Okay, show me what I need to know, please. Thank you. Oh, nice. For Sagittarius, any other messages, please, for the collective? Any other messages? Thank you. Oké. Okay. Er is iets, deze... Had ik het vermeld in het begin? Ik denk het niet. Hè. Elke eclipse is gekoppeld aan de North Node en de South Node in de astrologie. Wat betekent dit? Dit is ons levenspad. De North Node is wat wij dienen te leren. En de South Node is wat wij dienen los te laten in dit leven. Dat is waar wij ons te comfortabel voelen. Waardoor we niet buiten onze comfortzone gaan, als het ware. Deze kaart spreekt over je South Node. En de South Node is ook de zaken die we al... meegemaakt hebben, die in het verleden liggen. Don't let your past hold you back. Dus laat het verleden jou niet tegenhouden. Laat patronen van het verleden ook jou niet tegenhouden om iets te leren, om naar jouw North Node te gaan, om op jouw levensdoel, jouw levenspad te gaan. Hè? Je ziet dat een beetje als de South Node hangt hier beneden en de North Node is daarboven. En eigenlijk doen we, van ons leven zijn wij eigenlijk dit pad aan het belopen om hier bovenaan om een lesje te leren in ons leven. Maar als je hier onderaan blijft hangen, ja, dan helaas heb je in dit leven niet genoeg geleerd wat bedoeld was in feite voor jou. Dus... laat het verleden jou niet tegenhouden, oké? En ik heb ook Your Hard Work is Paying Off. New Moon in Capricorn. Ja, Capricorn, de steenbok, is een van de meest hardwerkende sterrenbeelden dat er is. Naast de maagd. Dus gelijk waar dat jij nu je focus op gezet hebt. Kijk, hier heb je die eclipse, die hangt hier ook nog eens. Gelijk waar dat jij nu je focus op gezet hebt. Waarvoor jij hard gewerkt hebt, liefste boogschutter. Sowieso zal jij daar resultaten van ontvangen. Dus het zijn kaarten die echt vragen om niet op te geven ook. Hè? Laat het verleden jou niet tegenhouden. Hang niet in dezelfde patronen. Keer niet terug naar dezelfde patronen eventueel enzovoort. Oké, nou. Wat gaan we er nog bij nemen? Oké. Okay. Can you show me what I need to know, please? For Sagittarius. For the collective, please. Any general messages? Thank you. Can you give me one more, please, for Sagittarius? Ja, ik heb de regret kaart. Dus het heeft ook terug te maken met het verleden. Hè? Dus wat is het woord in het Vlaams? Regret. Ja, helaas. Ik zal het wel omschrijven. Heeft te maken met de zaken waar wij ons schuldig over voelen. Met betrekking tot het verleden. Dus eigenlijk vragen die kaarten net hetzelfde als don't let the past hold you back. Laat gelijk waar dat jij jou schuldig over voelt, laat dit gewoon los. Het heeft geen zin. En jij dient gewoon vooruit te gaan nu en het verleden los te laten. En ik heb de Soul ook. Heel mooi, heel mooie kaart.
Dat is een kaart die vraagt om eventjes naar jezelf ook te kijken. Wat belangrijk is voor jezelf, maar op zielsniveau. Dus goed gaan kijken. Kijk, hier heb je ook de volle maan. Hè. Er komt een volle maan aan op de 17e oktober. En ik denk dan, als ik deze kaart zie tussen nu de 2e oktober en de 17e oktober, neem eens eventjes de tijd om eens alleen te kijken voor jezelf en eventueel te noteren wat jij op zielsniveau belangrijk vindt voor jezelf. Met betrekking tot andere mensen, met betrekking tot hoe jij wenst gewaardeerd te worden, met betrekking tot jouw doel, jouw hoop en jouw droom voor jezelf. Oké, hele mooie boodschappen. Het volgende deck. Here we go. Hop. Show me what else I need to know, please, for Sagittarius, for the collective. Thank you. Ja, en ik kijk, hè, ik heb terug, ja, ik heb de focuskaart, maar ik heb ook de relaxation kaart. En ik denk dat er een balans dient te zijn tussen de twee. Een balans van go, vooruitgaan en je focus hebben op wat jij wenst te bereiken. En dan ook hier met die soul kaart, relaxation, dat is nu wel een super bloody moon dat hierop staat, maar dat maakt niet uit. Ook terug tussen nu en de 17e oktober, wat tijd nemen voor jezelf en kijken wat belangrijk is voor jou. En is dat indien gewoon wat rust, wel dan plan eventueel wat rust ook in voor jezelf. Opnieuw neem er een boekje bij eventueel, schrijf eens wat neer wat jij belangrijk vindt. Dus een heel mooie balans houden, want daarvan houdt deze eclipse, die eclipse in Libra en Weegschaal, wenst dat wij balans houden tussen onze focus en onze relaxatie. Oké. En dat kan misschien op zich al een nieuw begin zijn voor velen, hè? Oké, welk deck ga ik er nog bij nemen? Ik weet nooit op voorhand wat ik zal nemen. Oké, can you show me what else I need to know, please, for Sagittarius? Thank you. Anything else? No. One more message. Oeh, nice. The intention card. Ja, dat is dat nieuw begin dat hier klaar ligt. Hè. Dat is een ei die wenst gehatcht te worden, die wenst uit te komen. Kijk, die intentiekaart, dat is een zeer wijze uil die hier bovenop dat ei zit. En dat ei is het uitbroeden van een nieuw idee dat wenst te ontstaan. Dus ik heb hier dat nieuw begin liggen, die emoties aangetrokken, desire. Je wenst vooruit te gaan op het vlak eventueel van je carrière, een nieuw idee dat je wenst te laten ontspruiten. Kan zijn dat je nu momenteel ook iets aan het leren bent, een cursus aan het ondergaan bent, dat je focus nodig heeft. Vergeet daar niet bij te relaxen. Geef die kaart aan. Neem wat tijd voor jezelf en laat het verleden los. Mooi. Dus mooie intentie zetten. Hè? Twee kaarten van focus. Oké, en dan neem ik nog een laatste orakelkaart. Dat is een awareness deck. Here we go. Can you show me what I need to know, please, for Sagittarius? Last message. Thank you. Oké, daar neem ik maar eentje van. Mooie kaart. I am part of the universal design. Ja, voor mij is dat een zeer grote duiding op het feit dat wij allemaal ten eerste verbonden zijn aan elkaar. En dan ten tweede ook dat wij deel uitmaken van een soort van een universeel plan dat er voor ogen is. Ik zie het veel te duidelijk in astrologische charts, hoe wij opgemaakt zijn. En dat er een doelstelling is voor ons in ons leven. Dat wij hier gekomen zijn met een doelstelling. Als je dit voor ogen hebt, als je op deze manier ietsje bewuster kan leven, dan ben jij al mijlen verder dan de meeste gemiddelde Nederlander, Belg of bewoner van deze aardbol. En daarover gaat deze kaart. Beseffen dat er een plan gemaakt is voor jou en daar bewust mee actief om te gaan. Dat is naar die soul ook gaan kijken. Hè? Dus diep van binnen op zielsniveau is gaan kijken wat de bedoeling is voor jou, waar jij jou thuis voelt, waar jij wenst te gaan, wat jouw doelen zijn. Mooie boodschappen, vind ik althans, liefste boogschutter. Oké, ik neem er de tarotkaarten bij. We zullen eens zien wat hier nog uitkomt. Ik neem algemene boodschappen terug voor jullie. Zijn kaarten die eruit vliegen. En dan enkele die nodig zijn, zal ik verklaren. Oké. Can you show me what I need to know, please, for Sagittarius, for the collective, any general messages? Thank you. Any general messages? Thank you. Anything else, please, for Sagittarius, for the collective? Oké, wauw. Ik kom direct terug, want ik zie dat een van mijn katten dan mijn plant aan het eten is. En dat mag niet.
En we zijn terug. Het heeft niet lang geduurd. Oké, wat we hier hebben. Ja. Kijk, ik heb een Four of Pentacles. En die ligt onder Don't Let Your Past Hold You Back. Nu, het is een pentacle kaart. Het heeft te maken met ja, jouw financiële leven, jouw job, jouw carrière. Waar je heen wenst te gaan. Aan de tiende huis die hier belicht wordt. Maar het is een kaart die vraagt om uit jouw comfortzone te komen. Als je blijft in je comfortzone zitten, zoals ik al zei, de zelfnood, ga je niet groeien. Dus het is echt een kaart die zegt, blijf je niet vasthouden aan die oude manier van zijn. Stap uit die comfortzone. Kijk eens wat daar nog kan gebeuren. En dan denk ik echt wel dat jij een andere manier van denken aan het creëren bent ook. De originele betekenis van de Nine of Swords is iemand die slapeloze nachten geeft en die piekert, ongelooflijk veel piekert. Maar ik interpreteer de kaart als een vooruitgang op het vlak van jouw mentale activiteiten, jouw gedachten, jouw manier van denken is aan het veranderen en wellicht ook jouw manier van communiceren kan daardoor veranderen. Dus en dat heeft voor mij dan waarschijnlijk betrekking op je, met jouw zelfwaarde, waar jij staat in het leven, waar jij voelt dat jij staat in dit universum, jouw plaatje hier in deze wereld, al deze zaken kunnen veranderen. En dat is toch iets dat waarschijnlijk al lang aan het broeden is bij velen. Ik heb een Six of Cups. Fantastisch. Dat is een overgangskaart. Ik zal hem direct verklaren. Six of Cups, please. Can you clarify the Six? And the King of Cups. Okay, nice. Kijk, zijn er hier zaken met betrekking tot je verleden van jouw kindertijd? Voor sommigen, die regret kaart ligt daarboven, je soul en dan de Six of Cups. Dan denk ik dat je dit mooi kan loslaten. Dus gelijk wat er naar boven nu komt, patronen van jouw kindertijd. Bepaalde zaken die getriggerd eventueel worden met betrekking tot jouw emoties. Het heeft allemaal te maken met jouw emoties. Die kunnen nu wel naar boven komen, maar ik denk dat jij dit gewoon dient los te laten. Loslaten is niet altijd gemakkelijk. Dat is er naartoe kijken, diep in je ziel eens eventjes kijken wat dit nog betekent voor jou. En dan ook, ja, als het ware kijken van, ik kan daar nu niet meer veel aan veranderen. Ik kan dit gewoon onder de aandacht brengen voor mezelf. En dan kan ik het ergens gaan parkeren. En dat is ergens wel de bedoeling. Ik heb een King of Cups daarop. De King of Cups is een zeer emotioneel gebalanceerde koning. En die ligt op de Six of Cups. Dus sowieso een overgangsperiode. Ik kan de koning ook lezen als iemand die je raadsgeer is. Dus is het jouw verhaal en heb je daar eventueel nog ondersteuning bij nodig, dan wordt deze koning gezien als een therapeut bijvoorbeeld. Iemand die jou nog kan helpen om die bepaalde zaken los te laten. Aan de andere kant, heb jij dit niet nodig, dan is het gewoon een heel mooie kaart die aangeeft, als jij die zaken van het verleden loslaat, dan kom je meer in balans. Ik heb een strength kaart. Het is een heel mooie kaart. De strength kaart is een kaart van kracht terugkrijgen. Ik kom terug in mijn power te staan. Dat is een leeuwkaart. Dat is de kaart die geregeerd ook wordt door Mars. Ik wens terug vooruit te gaan. Ik heb passie terug voor iets. Ik heb ook terug controle gekregen in mijn leven. Ik heb controle gekregen door vertrouwen te hebben in mezelf. Door continu vooruit te gaan, te bouwen op mezelf ook. Dus ook relaxatie in lassen. Hè? Dus het is niet enkel telkens maar vooruit gaan. Relaxatie is evenveel waardig. Tijd nemen voor jezelf. Luisteren naar jezelf. Al deze zaken is in jouw kracht komen. Eight of Wands. Twee achten naast elkaar. Voordat ik hem verklaar, ik zal eventjes de kaart er nog op leggen. Eight of Wands, kun je clarify? Give me one more, please. En de grond. Uiteraard. Ik denk dat er hier iets aan het veranderen is in jouw leven. Door een bepaalde focus te houden, ben jij een soort van een obstakel aan het overkomen. Door vertrouwen te hebben in jezelf, ben je een bepaalde obstakel aan het overkomen. En breng je automatisch verandering in jouw leven. Verandering die leidt tot meer stabiliteit op emotioneel vlak. Ik blijf hier de emotionele verbintenis krijgen met jouw kaarten.
Opnieuw heb ik de Four of Cups. Dus de Four of Cups, of de Six of Cups en de King of Cups. Dus allemaal kaarten die tonen dat jij emotionele stabiliteit wenst te verkrijgen. Hoe? Door niet op te geven. Door te blijven vertrouwen hebben, gelijk welk obstakel dat op jouw pad ook komt. Dat jij blijft vertrouwen hebben in jouw zijnde gewoon. In wie jij bent. In de kracht die jij bezit. Hè? Die focuskaart ligt daarboven. Die intention kaart. Ik heb mijn intentie gezet. Ik weet wat ik wil. Ik ga daarvoor. Ik geef niet op. Desondanks dat die energieën soms wel eens zo gaan. En dan heb ik de laatste kaart. Vind ik een fantastische kaart. De Three of Wands. Dat toont voor mij aan dat jullie klaar zijn om een volgende stap te zetten. Een volgende stap in een nieuw avontuur. Kijk, vaak wordt deze kaart ook gezien als een kaart van plannen voor een reis, een buitenland, een verhuis eventueel. Maar dit is wel degelijk een planningskaart. Ik ben klaar om gehoor te geven aan mijn creatieve zijde, mijn passionele zijde. Hè, wat hier allemaal ligt. Ik wens vooruit te gaan. Iets dat mij aantrekt, staat klaar voor mij. Al deze zaken zijn gerelateerd met deze kaart. En ik denk dat jullie dit voelen. Het is tijd. Three of Wands, please. Can you clarify that Three of Wands? Hoppa, Six of Swords. Ja. Dat is die moving on, hè. Ik denk dat jullie veel geleerd hebben. Dat jullie alles wat je geleerd hebt, dat jij het nu zal meenemen naar het volgende stadia, het volgende stadium in je leven nu. Ik ging bijna in het Engels zeggen, in your life. In je leven nu momenteel. Je staat klaar om een sprong te wagen. Kijk, als ik terug deze kaart neem, zij staat klaar op een balkon. Hè. Ze heeft de deuren al opengezet. Ze is aan het plannen. Het plannen zijn eigenlijk die drie staven die hier achter haar staan. Dus ze heeft al gepland, ze gaat vooruit gaan en ze zal een nieuwe stap zetten. En dan heb ik de Six of Swords, die zit al in zijn bootje. Dus van hier zit deze persoon al in zijn bootje, in haar bootje, genderneutraal, maakt niet uit. En zal die overgang maken van de ene naar de andere zijde. Weet dat dit een deeltje is van de puzzel van jouw leven. I am part of the universal design. Dus als je op die manier kunt denken, dan is dit leven bijna verwaarloosbaar. Dan is alles, dat bedoel ik niet van dat het niet zwaard is, maar dan valt alles meer zo in zijn plaats als die mooie puzzel van dit is ook een onderdeel waar ik dien door te gaan, als het ware. Ja, ik ben zeer benieuwd naar jullie reacties in feite. Ik vind het een heel mooie lezing en een zeer mature lezing ook. Dus ik merk hier een bepaalde maturiteit in deze kaarten. Dus ik denk dat jullie als boogschutter dat jullie al een heel mooi traject hebben belopen. Je mag mij zeker laten weten als deze video resoneert, gewoon door de video te liken. Of als je een boodschap wenst na te laten, ik lees ze allemaal. Ik ben zeer benieuwd naar deze. En je kan je ook altijd abonneren mocht je dit nog niet gedaan hebben. Dat apprecieer ik van harte. Je kan ook altijd op het belletje klikken. Dan word je wekelijks op de hoogte gebracht van een nieuwe video. Helemaal gratis. Voor nu wens ik jullie een heel leuk weekend. Een fantastische nieuwe week. En dan hopelijk tot de volgende keer, liefste boogschutter. Dag!